En de Arubaanse politie heeft maandag de grootste drugsvangst ooit in de Arubaanse historie genoteerd. Op het vrachtschip Areza, dat begin februari vanuit Suriname is vertrokken, een tussenstop heeft gemaakt in Venezuela en hierna onderweg was naar Griekenland, is 5 ton cocaïne in beslag genomen. Het schip is in beslag genomen en naar Oranjestad gebracht. In totaal heeft de politie 7 personen gearresteerd, waaronder de kapitein van het schip. Tot 2017 voer het schip onder een Russische vlag en hierna onder een Cameroense vlag. De Surinaamse autoriteiten hebben nog geen reactie gegeven op deze vondst.